Ik weet niet wat ik met hem moet. Hij zit in mijn fietstas. Ja, op dagen. Sinds ik hem binnen heb. Hij zit er op dagen en ik weet niet wat ik met hem moet. Ik denk, ik ga naar het bos. Hij hield van het bos en dan doe ik het daar. Dus ben ik naar het bos gereden. Dat bos waar we altijd samen heen gingen. En waar nog die boom is. Die boom met onze letters die hij kerfde. L? Hartje. W. En het is een heel mooi bos. Er is niks mis mee. En ik sta er met hem. Nou ja, wat er nog van hem over is. In mijn handen. En ineens is het alsof ik zijn stem hoor. Niet hier. Ja? Ik hoor het heel luid en duidelijk. Niet hier, hoor ik. Zijn stem. Ja. Toen ben ik maar weer gegaan. Terug op de fiets. En hij weer in de fietstas. En hetzelfde met de zee. Ik denk misschien dan maar de zee. Ik dacht altijd dat er meer een man van het bos was. Maar de zee, dat zie je wel vaker. Ja. Ik bedoel, met uitstrooien, hè? Zie je wel vaker dat ze dat dan in de zee willen. Soms kon ik me daarin vergissen. Dan was hij meer mainstream dan ik vermoedde. Ik sta op het strand. Weer die stem. Niet hier. Niet hier, liefje. Dus ik weer naar huis. En hij weer in de fietstas. Dan heb ik hem nog een poosje op de schoorsteenmantel gezet. Maar dat kan ik niet. De hele dag kijken naar wat er van hem over is. Je man in een urn, dat wil je niet. En nu ben ik hier met jullie. Misschien weten jullie wat ik moet doen. Ik kan hem toch niet weken in die fietstas laten zitten. Ik weet niet wat ik moet doen. We hadden ons zo goed voorbereid. We hadden alles tot in de puntjes geregeld. Vanaf het begin was het duidelijk dat het crematie zou zijn, maar om de een of andere reden hebben we het hier nooit over gehad. Over erna. Hè, wat ik zou doen als, ja, als die weg zou zijn. Alles stopte daar. Ik heb zo vaak gedacht dat ik het zou kunnen. Dat ik afscheid zou kunnen nemen als dat moest. Hij was al zo lang ziek. Ik heb me erop voorbereid. Ik heb het me honderden keren voorgesteld. Maar dat kan het niet. Afscheid van hem nemen. Dat wil ik toch niet.